een echte Limburgse vlaaien. Die zijn via de vliegbasis in Eindhoven hier toegekomen. En die hebben sinds begin juli in de diepvries gezeten. Zoals we in elkaar zitten, we komen eigenlijk uit de hele provincie. Jo heeft een mooie kaart gemaakt. Daar zie je op waar je vandaan komt. Dus ik zie een mooie doorkijk van zuid naar noord. Van Erzen tot de Mokkerij, zoals we dat mooi zeggen in Limburg. Fijn dat ik de gelegenheid krijg om met jullie allemaal even te spreken. Ik had eerlijk gedacht dat het ganse de Limburg zou zien, maar ik begreep dat ze de Euvelse Adels uit Losserkum. En toen ik dus af en toe ook in het Nederlands moet zeggen, dan zal ik dat toch maar ook in het Nederlands doen. Als je u in Mazar-Sharif moet dienen. Ik ben daar geweest, je weet op die afstand, die mensen zitten er 3-4 maanden zonder dat ze naar huis kunnen op uitzending. Met een op zichzelf ook best wel een belangrijke en verantwoordelijke taak. Dan kan ik me echt voorstellen dat contact met het thuisfront, dat dat uitermate belangrijk is. En als wij een beetje het gevoel kunnen geven dat we weten dat ze er zijn, dat we dat ook erkennen wat ze aan het doen zijn, dan weet ik zeker dat het A voor hun goed is om dat te horen. Maar dat is ook goed voor de mensen hier in Limburg, om die verbondenheid zeg maar, te voelen en te onderhouden. Ja, dat doet me zeker wat. Ja. Na twee maanden geen fly hebben gegeten, smaakte het echt goed. Ja, 1941 geboren, ik was zo goed begrijpen. Hoe was de fly, Roger? Lekker. Ja? Echt wel. Net zo lekker als thuis? Echt wel. Veel zijn groeten op u en ik zeg chapeau voor u. En als je terug ziet en gaat ze weer op Limburgse bodem, dan drinken voor zijn. Gezondheid. Merci en hebben een fijne avond. Hoi. Tot ziens.